Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 11 januari van Weerplaza. Wolkensluiers trekken over ons land, maar de zon die komt toch wel goed door die wolkensluiers heen. Het is vanochtend 3 tot 6 graden bij een matig tot vrij krachtige wind vanuit het zuiden. Vanmiddag wordt het maximaal 7 graden. Soms is de bewolking wat dikker en gaat de zon vaker schuil achter de bewolking, vooral in het noorden en noordwesten van het land. De wind trekt aan. Vanavond staat de windkracht 7 langs de kust en zijn windstoten tot zo'n 80 km per uur mogelijk. Het blijft in de avonduren droog. Morgen verwacht ik wel neerslag. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. In Limburg wordt het pas in de middag nat. Ondanks de wolken en de neerslag wordt het toch nog zo'n graad of 8. Maandag is het een droge dag met 8 graden en een matige zuidelijke wind. Dinsdag en woensdag regent het soms, maar de temperatuur gaat omhoog naar 11 graden op woensdag. Mijn naam is Diana Woe en ik wens u een fijne zaterdag.